It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaaltjes. Vandaag heb ik het met jullie eventjes over Call of Duty Black Ops 3. Natuurlijk, zou je zien, heb ik gewoon hier natuurlijk nog steeds het hoesje liggen. Want de game is nu ongeveer, als je deze video kijkt, geloof ik 2 weken uit. En ik wil eventjes mijn mening geven op dit moment. En gewoon, eventjes bijpraten over de game zelf natuurlijk. Want op dit moment dat ik deze video opneem, ben ik derde prestige level motherfucking 30. Waarschijnlijk als deze video online komt, ben ik alweer wat hoger, maar dat weet ik niet zeker. Dus laat ik maar eerst gewoon eventjes beginnen natuurlijk met het levelen. Want het levelen vind ik zelf super, maar ook echt super chill gaan. Want het duurt niet al te lang voordat jij level omhoog gaat natuurlijk. En het duurt ook niet al te lang voordat jij natuurlijk prestige. Want de levels zijn ongeveer hetzelfde als met Black Ops 2. Duren ongeveer even lang en als je een beetje lekker speelt in een potje, bijvoorbeeld op Nuketown, kan je best wel 2 tot 3 levels omhoog gaan in 1 potje. Wat ik tenminste had toen ik net geprestige was. Maar dat is natuurlijk normaal, omdat ik dan nog heel weinig XP nodig heb. En als jij bijvoorbeeld level 50 bent, heb je alweer wat meer XP nodig. Maar, zoals jullie natuurlijk weten, is de game op dit moment 2 weken uit, geloof ik. Ja, 2 weken is die uit. En mijn mening hiervan is echt dat het een super, maar ook echt een super chille game is natuurlijk. En voor mij heeft het natuurlijk echt Call of Duty gered. Want Advanced Warfare is natuurlijk niet heel erg chill. Ghost ging nog wel, dus als Ghost 2 uitkomt, vind ik het prima. Maar liever niet, wil ik gewoon MW4 of zo. Maar Black Ops 3 is voor mij dus echt gewoon echt een top game om te spelen natuurlijk. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar op dit moment heb ik een KD van 2 geloof ik. 1.98 is die bijna. Maar het kan ook 2 zijn op dit moment als ik nu Blood War spelen. Maar ook gewoon het design van het hoesje vind ik ook gewoon super mooi. Zullen zien natuurlijk. Gewoon hier dat mannetje. Hier die Black Ops 3 logo natuurlijk. Die 3 strepen. En het Nuketown logo wat jullie hier zien. En natuurlijk de 18 plus die erop staat. En de uitgever. En hier ben ik ook heel blij mee. Zoals jullie zien. PlayStation Exclusive. Play Maps. Map Packs 30 Days Earlier. Wat is gewoon de inhoud? Is dat wij gewoon, zoals jullie al wisten, natuurlijk gewoon het main platform zijn voor Black Ops 3. Dus wij krijgen de Map Packs een maand eerder. We krijgen bijvoorbeeld DLC wapens een maand eerder. Voor de rest krijgen we niet echt veel meer eerder natuurlijk. De game is gerund voor de PlayStation 4. Dus als je op Xbox One speelt en je gaat nu op PlayStation 4 spelen, merk je dus verschil qua smoothheid, qua game, denk ik. Maar dus dat is natuurlijk wel super mooi natuurlijk. En we gaan even snel nog even wat laten zien natuurlijk. Want als je de game natuurlijk had gepreorderd, krijg je natuurlijk Nuketown erbij. Nou, als jij deze code wil overnemen, ga je de gang, want ik heb hem toch al gebruikt. Dus probeer het maar. Wie weet heb je geluk dat hij het nog wel doet. Maar je krijgt natuurlijk Nuketown bij. Voor de rest is dit niet heel veel speciaals. Dat is dat je PlayStation Plus nodig hebt. Nou, ik heb een jaarabonnement. En het enige wat ik nu nog moet kopen natuurlijk is de Season Pass. Zoals jullie zien. Want met de Season Pass ga ik even uitleggen voor degenen die het nog niet weten. Voor 50 euro koop je namelijk zo'n dingetje. Dat is via de PlayStation Store of bij de Bart Smit of waar dan ook in de winkel. Kan je dit natuurlijk kopen. En dan voor 50 euro koop jij al, laat maar zeggen, alle 4 de map packs. Terwijl ze nog niet eens uit zijn. Wat er dan gebeurt, laat maar zeggen, elke map pack staat hier kost los 14,50 euro. Als jij 4 keer 14,50 euro doet, kom jij om een bedrag dat meer is dan 50 euro. Dus wat dan het is, is natuurlijk dat je goedkoper uit bent als je de season pass koopt natuurlijk. Want dan krijg je de map packs gratis. Dat is niet helemaal zo, want je koopt alsnog 50 euro, maar je hoeft ze niet te betalen. Dus stel ze komen dan op donderdag een keer uit om 12 uur middags, kan je ze 3 direct downloaden natuurlijk zonder te betalen, omdat jij al season pass hebt. En deze moet ik dus alleen nog kopen. En dan is Black Ops 3 voor mij helemaal compleet natuurlijk. Ik heb jammer genoeg geen Hardened Edition, ik heb gewoon de normale editie, zullen zien. Want de Prestige Edition was er niet. En de Juggernaut Edition ook niet meer. Dus ik heb geen Weaponized 115 camo. En geen Cyborg camo. Maar dat maakt niet zo heel veel uit natuurlijk. Maar zonder dat eventjes. Nog even snel terug naar Black Ops 3. Mijn mening natuurlijk. Ik vind het echt een super chille game. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar de smoothheid is goed. De weapon balance is goed. De supply drops zijn goed. Zoals jullie de video's hebben gezien. En natuurlijk gewoon de specialists zijn af en toe nog wel wat sterk. Maar dat mag natuurlijk wel. Want iedereen kan in dat potje natuurlijk zijn specialists halen. Maar ik wil je bij de video afsluiten natuurlijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Echt deze game jongens. Deze heeft echt gewoon de Call of Duty community gezien natuurlijk. Als je daar kijkt. Ik schijn nu met mijn softbox erin. Holy shit. Maar
Deze game heeft natuurlijk echt de COD community gewoon gezeten, vind ik. Dus, mocht je nou genoten hebben van deze video, ram even op duimpje naar omhoog. Helpt me natuurlijk enorm. En hopelijk leuk te zien bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En veel plezier met Blackwood 3 spelen, jongens. Later.